Boys en girls, welkom bij deze nieuwe video hier op Sandbag Sunday. Ik ben Wollet, ik en Nick, en vandaag gaan we lekker verder spelen met Game Dev Tycoon Pirate Mode. Zoals jullie kunnen zien is tussen de vorige aflevering en deze aflevering is de PlayStation uitgekomen. De PlayStation, en zoals jullie kunnen zien heb ik ook een beetje geld nodig, want ik zit een beetje laag. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze game maken, ik ga mijn mens upgraden. Ah ja, een beetje levelen, want ik heb heel veel onderzoek. Dat ik misschien beter een beetje kan sparen, maar... Ik weet niet, ik wil ze gewoon allemaal een beetje trainen op technologie nog. Omdat mijn technologie wat zwakker zit dan mijn... design. Dus ik heb hiervoor ook lekker mythologie uitgevonden. Onderzocht, omdat die heel goed is op de PlayStation. Samen met vampier ook. Ik weet nooit echt wat dat mythologie, maar met me dat mee... Medusa? Geen idee hoe dat je typt. Dat is het hoofd van die mythologie. Dus dat is die persoon. Denk dat hij Medusa noemt? Ik weet niet, het maakt op zich niet veel uit. Ik ga dat niet doen. Want ik ga straks... Alhoewel, ik kan misschien dan wel een ding voorkomen. Ik ga dat doen, anders dan kan ik een loon voorkomen. Dat is beter. Loon voorkomen is beter dan een loon moeten krijgen. Sterk doelgroep volwassenen, dammit. Oké, dat komt niet zo goed uit. By the way, ik maak deze direct ook achter de vorige video. Dus als ik comments nog niet heb gezien, sorry daarvoor. Oké. Maar ik ga hier zeker tegen de volgende week, dus eigenlijk al deze week, want ik weet maar weer te laat, I don't know. Ga ik die zeker... erin hebben. Verhalen en een quest mag door. Verhalen en een quest. Design mag door jou gedaan worden. Oké. Stond toch 2 minuutjes bij verhalen en een quest, hè? Verteer. Oh nee! Ik hou. Het is sowieso niet werelddesign, waar ik wel op heb geklikt. Ah nee, zei dat artsfeel zeer belangrijk is voor een game. Oké. Ik heb blijkbaar toch goed geklikt, gelukkig. Whew. Wow, die wordt overwerkt. Ah, omdat die nog op level design zit ook. Daarmee. Ben Silverman design is tech. Dus dat kan ik anders wel doen. Want straks heb ik toch niet direct nog tech nodig. Al een beetje hype, dat is goed. Pas wel echt zoveel onderzoek. Nice. Dat is voordeel als ze vroeg begint met meer mensen en als je ze kunt betalen. Dan krijg je zoveel onderzoek erbij. Zeker met de mensen die goed zijn in onderzoek. Dat is echt zot. Jij mag werelddesign doen, alhoewel nee. Grafisch. Hoe ga jij doen? Alhoewel, mijn grafisch is al 2. Nou, maakt op zich niet uit. En Rihanna doet ook geluid. Wat dat design is, oké. Is goed genoeg voor mij. Want ik kon dat helemaal niet doen. Oké, voilà. Mooi. Nou, ik neem het direct op na de vorige video, dus ik heb nu niet direct iets om over te bouwen. Ik zie wel dat onze tech nu een stuk hoger zit dan onze design. Wat me wel verwondert, want daarnet de vorige video was het de hele tijd niet zo. Dus ik ben aan het twijfelen dat ik nu wel die tech courses nog ga geven. Oké, we zitten in de min, maar we hebben heel veel tech. Omdat deze game heel goed moet doen. Ik heb zo'n voorgevoel dat er nieuwe onderzoeken gaan zijn. Ja. Oké.
Waarom had ik dat voorgevoel? Er ging zoveel envelop, ik wist gewoon, hier klopt iets niet. Ik moet even wachten, ik heb geen geld, ik kan niks doen. Ik kan hem wel een game rapport laten genereren. Stefan, nice. 8 en 9, dat is goed, En dan een 7. En dan nog een 9, oké. 8, 25 gok ik, dat dat dan samen wordt. Dan moet ik nog even wachten tot de eerste verkoopweek. Dat ik geld heb. Nice. Wel niet zo heel veel eigenlijk, to be honest. Onderzoek, computerbeveiliging, onderzoek, stereogeluid, onderzoek, geen geld genoeg, maar ik kan multiplayer doen. Onderzoek, zo. Onderzoek. Zo. Alright. Het viel in het blijkt heel belangrijk. I know. Het is actie, dus dat is logisch. Nee, het is daarom ook bijna niet verdien. Dat ik die nieuwe dingen nodig heb. Nieuwe kopieerbeveiliging. Maar die is net uitgekomen. Hoezo kan het al zoveel zijn dan? Wat? Dat is niet fair. Oké, pas game engine. 510k. Zou je nog iemand komen aankloppen voor hem? Ja, ik kan niet aan een nieuwe uitgeversdeal bij hem, want dan ga ik er weer helemaal niks aan krijgen. Ik heb hier wel al winst op gemaakt, ondanks dat hij 59% illegaal is gedownload. Wat echt veel is. Ga kijken, zijn of dat er leuke zijn. Films actie? Blijkbaar is een goede combinatie, anders kunnen ze nooit vragen voor minimaal score 8. Oké, okay, dat wil ik eigenlijk wel accepteren. Maar als het niet goed verkoopt zijn, was geen. Dus wat ik ga doen is, ik sla even op. Ik kies voor een kleine stand. Oh. Voilà, oké. Okay. 30%, 1,1 miljoen. Oeh. I like that. Of tweede voor 760. Wacht, dat ding was veel, dus ik ga deze nemen. Dan neem ik deze, voilà, dit erin, voilà. 510k, maak die handel. Normaal gezien mag dat niet te lang duren. Oké, ik ga dan nog even wachten. Normaal gezien moet die redelijk schema liggen. Ja, terwijl is ons onderzoek weer aan het stijgen. Zalig. Ik ga nog een snapje sturen naar mijn boy. Om die. Oké, nice. 78k. Wow, weet je nog dat we de vorige video met 3k fans waren gestart? Ik wist dat je wel veel fans kreeg van die uitgeverdeals. Engine 4 voltooid, mooi. Jij moet even op vakantie. Hop. En die is terug. Uitgeversdeal. Damn, het is veranderd. Doe me! Oké, niet aan te doen. Elk thema, elk genre, gameling. Oeh. Alleen, ik weet echt niks van gameling. Ik heb er nooit iets op gemaakt. Elk thema simulatie. Op de PC. Wow. 10%, ik krijg 12%, was meestal 13. 14, maar ik heb ritme niet. Hoef ik ook eigenlijk niet.
Oké, minimaal score 6 is nice. Dus misschien kunnen we nog een leven doen? Met onze nieuwe game engine? Ja, ik denk het wel dat ik leven ga doen. Het is een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan. Dus dat wordt PC. Sims. Omdat dat spel is dat ik nog heb gespeeld en ik weet dat dat daarover gaat. Voilà. Sims 1 is in de maak. In jaar 9, maand 7, week 2. Awesome. Multiplayer. Simpele cutscenes. Personage progressing. We smijten trommelen. Gameplay bomb. Engine like that. Verhaal en een quest like that. Oké, gameplay. Is heel belangrijk. Is design. Dus dat mag daar. Tech en redelijk belangrijk, dus dat kan ik anders doen. Want AI wordt straks heel belangrijk. Verhaal en een quest mag Paul Rez doen. Oké, nice. Chop chop. Oh, dit wordt echt. Volgens mij wordt dit een 10-ster. I feel it in my jellies. I can feel it in my jellies. Al die bolletjes. Heel veel design. Slecht teken. Beter AI, beter dialogen. Deze tag hij maar daarop. Level design. Is tech en design, dus dat kan ik anders doen. Alhoewel, maar ik kan mezelf misschien beter nog voor iets anders gebruiken. Level design is beide. Dat kan ik hem misschien nog gebruiken. Alhoewel, maar hij gaat minder nuttig zijn op andere. Ik zou van hun eigenlijk nog zo average guys moeten maken. Dialogen, dat mag Paul Rez doen, want aan die gast heb ik toch niks. Beiden zijn tech, dat super, zijn onderzoek dat super hoog is. Dus hoe ga ik dit managen? Wie doet level design? Wijs toch hem. Zodat we meer tech krijgen. Want ik kan mezelf dan gebruiken voor de volgende dingen. Want uiteindelijk gaat het om het algemeen aantal punten. Dat je krijgt, maar ja. Kan mezelf dan zetten op iets veel belangrijker dat 3 plusjes heeft straks. Dan gaan we nu normaal gezien iets meer tech krijgen ook. Hopelijk. Oh. Dit brengt je bij de gevaren, maar je moet dan verplicht onze. Dat vind ik zo. Beu! Je kunt zo moeilijk voorspellen dat er over een jaar met je bedrijf gaat zijn, want een jaar kan er veel veranderen. Dus ik vind dat zo beu-lening. Ik wil gewoon na mijn game dat uit is, gewoon zoveel terugbetalen. Ik vind dat zoveel wijzere lening. Maar oké, ik kies er nu over. Grafisch is perfect, alle twee, dus dat kan ik perfect doen. Geluid is design. Kan zij doen. Werelddesign is ook design. Oeh! Perfect! Right. Oké, voilà, kijk. Bugs. Adam is degene die ik nooit gebruik, hè. Dus dan. Weken update, 150k. Ik gebruik hem toch niet, dus ik kan deze wel even die update maken in het midden van de game. Al die bolletjes! Woehoe! Ik ging zeggen, gaan we de 100 overschrijden, maar net niet. 18 bugs wel, wow. Dat is niet weinig. En ze zijn al opgelost. Ja, ik ga toch een beetje... we gaan wel de 100 overschrijden. Wow. Kom, op tech ook. Tech ook? Nee. Techniek. Oké, dan niet. Damn! Dit wordt een tiener. Dit wordt sowieso een tiener. Ik ga dat doen. Zodat ik... Ik ga het nog niet doen. Want ik heb het nog niet nodig. Want ik ga nu mijn game uitbrengen. Uur op vakantie.
Uren vakantie. Kom aan. Nee, hoezo? Ah, door een nee. Ja. Oké, 9,25 alsnog. Oké. Toch goed. Normaal gezien moet hij van de planken knallen. Oh, ça va. Oké, maar denk wel, ik hoop dat we uit de gevarenzone zijn. Zullen we even wachten op die gast? Kan er misschien iedereen een beetje trainen in... tech? Ah, die hebben we niet nodig voor tech. Zo nieuw, oké, mooi. Wat kan zij misschien nog gebruiken? Niet direct iets eigenlijk. Maar kan haar onderzoek er wel anders nog een beetje naar omhoog doen? Kan ik bij hem nog een beetje zijn tech omhoog doen? Train, tech. Dan kan ik mezelf misschien ook. We trainen voor wat meer tech, want snelheid hebben ze bij, heb ik niks aan mezelf. Omdat ja, ik moet nooit op vakantie. Maar we zitten toch even op geld, dus. Kan dan 29%. Dat is acceptabel, wow. Heel veel. Dat zie je wel in. Au. Het geeft deel wordt wel meer illegaal gedownload. Sterke doelgroep jeugd, daar gaan we waarschijnlijk die sterke doelgroep gaan we hopelijk overbruggen, want ik heb niks voor jeugd. Waarom is hij nu nog altijd bezig? Doet dat daar ook effect op hebben? Want ik heb alleen gevonden dat onderzoek effect heeft op een snelheid effect heeft op uw vakantie, hoe lang dat je erover doet om terug te regenen en na de regen terug te komen. En hoe lang dat duurt om bugs te fixen. Maar ik denk niet dat dat 100% klopt hoor. Uitgever die ritme terug. Wat heeft iedereen met ramp en avontuur? Wat? Elk thema, elk genre. 8%. Dat is wel weinig man. Oh, maar bij die is het niet beter eigenlijk. 8% maar. Ritme heb ik niet. Technologie wel, maar ik heb die dan niet. Oké, dan kan ik misschien toch. Hoeveel kost dat? 50 voor de test. Voor de super test. Het is het waarschijnlijk wel waard eigenlijk. Om die te doen, want ik krijg 10%, dat is al meer dan op die andere. Het is technologie actie. Minimale score 6. Ik heb een goed team. Dus ik ga die doen. Test. Hopsa. Super circuit poort. Geen idee dat ik het juist heb geschreven. Dat interesseert mij op dit moment eigenlijk ook echt niet veel. To be honest. Right. Zo. Oké, hier ga ik wel iets moeten uithalen. Een lineair verhaal houden. Gameplay is ook niet 100%. In-game handeling, betere gebruikerservaring. Ik vind in-game handeling, maar betere gebruikerservaring is ook wel nog. Wel, beter, liever in-game handelingen. Ziezo. Tag guy. Kan ik die doen? En daar ja. Hoi.
Maar ik hoop dat jullie een beetje leuk vinden om deze ding te kijken. Ik vraag mij dat echt af, want allee, de aantal views en zo. Ik kijk daar af en toe naar als ik iets heb geüpload, dan kan ik dat zien. Ja, als ik een nieuwe video upload, dan kijk ik zo een keer van hoe heeft mijn oude video het gedaan. Oei. Ja, omdat die nog daarop zit, level design, dan kan ik level design doen. Mag ik die guy niet meer gebruiken? Dat is wel minder. Ik kan dan misschien beter haar erop zetten. Kan ik haar nog gebruiken voor iets anders? Oké, we gaan het zo doen. Is dat die boost in tech wel geholpen heeft, die trainingsjes. Maar ik zie nu dat mijn tech echt veel hoger zit. Dat wordt een kleine stand, want ik heb geen geld voor een grotere stand. Want bij standjes moet er blijkbaar niet het negatieve gaan. grafisch. Staat eigenlijk goed, hè? Grafisch doe ik, dat moeten we misschien wel omswitchen. Alhoewel. Nou, nu is ze wel 105. Nee, ik ga zo. Ik zou mezelf wel een beetje moeten upgraden. Naar de 400, 400 of zo, maar ja. Ik ga wel even duren. Ik ga niks verkopen, jongen. Vergeet het maar, ik heb genoeg geld. En anders heb ik helemaal niks meer van mijn bedrijf ook. Wat dan niet goed is. Oh, wil je... Ah, nee. Kijk, dat bedoel ik dus, hè. Nu weet ik dus dat ik dat beter wel had gedaan. Ik ga geen 1,1 miljoen krijgen van deze game. Oh, misschien wel met die hype boost. Is er nog het aan? Nee. Is goed. Oh man, nee. Dat wordt hem niet. Ik ga niet, ik ga geen miljoen halen. Dan gaan nog cyclus. Nee, wat? Hoezo? Wat? Wat? 4. Hoezo? Dat is onzin, man. Oké. Dit wordt hem niet. Wat ik ga doen, want dat was dikke onzin dat ik daar een 4 voor kreeg. Oh nee, laden. Ik ga die save terugladen. Hoor. Ik weet, dit is goed. Ik had gewoon die dingen moeten pakken. Die je portfolio. Dus we gaan even een beetje gebruik maken van de load game. Dus ik ga terug naar die tijd. Ik heb geen idee waar ik op dit moment zit eigenlijk. Medusa. Ik ga die niet doen. Ik had mijn game engine al, hè. Nee, ik had de game engine nog niet. Want ik had die upgrade nog niet. Vind contractwerk. Oh, ik had wel al veel upgrades. Ja, nu ik had geld nodig voor die voor deze nieuwe game engine. Vind uitgeversdeal. Elk thema simulatie. Voor 6.
Kan op zich wel doen. Maar ik heb die nieuwe game engine nodig, hè. Een contractwerk. Oké, ja, ik wou niet. Ah ja, ik moet nog eens proberen van begin beginnen en dan ik hier goed zingen. Dus ik heb een heel klein beetje gecheat. To be honest. Oké, ja, niet aan te doen. Eigenlijk wel aan te doen, maar. Uit 1,1 miljoen. Ups, deze. Dat er niet, kijk, dat, ik vind dat er moet ergens een dingetje nog bij komen van je hebt die loon en je moet die dan terugbetalen. Want nu moet je dat zo onthouden. Normaal kun je dat ook gewoon terugvinden. Dus dat vind ik wel nog een beetje, voordat er hier nog zo'n counter bij zat van tegen die datum, dan nog misschien met een bar van, dat is nog zo lang. Zo'n progression bar of zo. Van ja, tegen dan moet je zoveel betalen. En dan zie je van, oh, ik krijg een bedrijfsportfolio aanbod. Ah, kijk, ik moet een zoveel betalen, zoveel 1 miljoen of zo betalen aan de bank. Dus ik pak dat even, want dan kan ik dat al betalen en dan ga ik niet failliet. Dus ja. Ah, dat is iets dat ik toch vind. Oké. We zijn ook een... Ja. Ja, we zitten terwijl ook al bijna aan het einde van deze video. We zitten eigenlijk bijna waar dat we gestart zijn, to be honest. Basic. Ik ga nou even een contractwerkje doen totdat dit terug is. Gaat het ons lukken? Ja, los. Mooi. Vind uitgeversdeal. We gaan deze wel gewoon pakken. Elk thema simulatie. Rampen ga ik pakken, want dat had ik de DS ook gepakt. Op de PC. Game Engine 4. En dan Tornado Town. Tornado City. Voilà. Is deze. Opsa. En we zijn terug in de maak. Oké. Ik denk dat deze wel de laatste game wordt dat ik maak. Ziezo. En dan is het genoeg geweest. Dank jullie enorm bedanken om hier te zijn. Gameplay is tech. Nee, design. Ik vind het altijd raar dat gameplay design is, maar. Ah, ik weet niet al. Game engine, dat ga ik doen. Pardon. Voilà, dat is goed. Bugs. Oh, maar ik heb geen geld. Sorry, oh, nu, de vorige keer was 150k. Ik heb weer zo in over een jaar. Het is gelukkig wel niet zoveel. Maar alsnog, het is weer zo over een jaar. Dus ik moet er weer aan denken dat ik. Ik zou dat beter beginnen opschrijven. Hè. Sublime Text 3, dat is een text editor, voor moest je het niet weten. File, nieuw. En dan zet ik dat hier wel even. Oké, dus jaar 10, maand 10, week 2, moet ik 765.000 betalen aan bank. Opslaan op bureaublad als game dev.
Tycoon, game dev, notes. En dan ga ik eigenlijk gewoon onder mijn video's plakken van game dev. Ja, ik ga het daar gewoon onder zetten. Oké, mooi. Dus ik ga akkoord en ik ga dat gewoon ontvangen. Ik ga er waarschijnlijk weer onder zetten. Oké, betere AI, betere dialogen. Artificiële intelligentie mag jij doen. Level design zal ik doen. Dialogen mag Paul Press doen. Dan zit dat goed. Kan ik straks al niks meer doen. Ik kan het misschien beter doen, want dan kan ik straks nog veel doen. Hopsa. En ik wachtte tot de game finished, hè. Dus door om op vakantie te vertrekken. Right, stereo geluid, open wereld, grafisch doe ik. De rest staat goed. Vooruit misschien nog een klein beetje naar omhoog. Oké. Mooi, dit moet een goede game worden. Ik heb er vertrouwen in. Polletjes gaan lekker. Bank. Oh, nog één. Geven om je kosten te dekken. En we verwachten dat je de volledige bedrag plus nog rente van een maand nadat de game is uitgekomen. Wat? Oké dan. Ja, dat moet je niet opschrijven, want dat is toch direct weg. Dat is wel veel, wow. Ik moet dus eigenlijk ASAP die game uitkrijgen. Mooi. Twee nieuwe recordjes. Career railing is geüpgrade. Ik ga niks terugkomen, want ik weet dat ik een beetje heel veel geld moet afgeven. Oh, nee. Ah, het laat. 9, mooi. Een 8. Een 8. En nog een 9. Oké, nacht en al, dat is mooi. Stuur met vakantie. Stuur met vakantie. Stuur met vakantie. Geen rapport genereren, go. Oké, Mazi zit dus safe. Oeh, nipt. Heel nipt. Enorm nipt. Ben contractwerk. Ja, die is close, man. 4,2 miljoen weg, flop. Verrassend, ons opnieuw is weer oké. Okay. Oh man, het gaat er hard aan toe. Het zit wel aan 27%, dat is wel echt nog veel. Net op tijd met de game op, met de uitgever. Oké, okay. Maar ik ga hem hier opslaan. Mensen, ik dank jullie voor het kijken. We zitten met 500k, op zich niet slecht. Hopelijk hebben jullie noten. Ik weet, ik heb een klein beetje cheat. Maar ja, ik had geen zin om terug van nul te winnen. Ik heb nu zo een goed team, het loopt vlotjes eigenlijk. Ik had gewoon een foutje gemaakt omdat ik het niet wist. Omdat deze game, het is eigenlijk de game zijn schuld. Ik ga daarop steken. Het is de game zijn schuld. Ik heb niet gecheat. De game had mij maar moeten tonen dat ik nog een loon moest afbetalen. Dan had ik wel die bedrijfsportfolio gedaan. Dus ik heb niet gecheat. Oké? Okay? Niet gecheat, dat is de conclusie. Bedankt voor het kijken mensen, vergeet niet te liken en subscriben. En zie ik jullie hopelijk in de volgende video terug. Peace.